welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een visvideo, want ik was gisteren aan het vissen en toen zei iemand, hey, daar ben ik nog nooit geweest, want ik wist niet dat je daar ook kan vissen. Want je kan wel vissen in GAV, dat is al duidelijk, maar je kan nu ook op een andere plek vissen. En daar kan ik al heen. En daar heb ik nu al dat ik kan vissen. En dus was er gisteren iemand van, oké, ja, ik ga daar, maak daar anders een video van, want ik weet nooit dat je daar kan vissen. Dus vandaar dat ik deze video nu maak. Ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden, like en abonneer. En we staan nu samen met Emanuele Sunsend. Even voor de duidelijkheid, ik denk wel dat ik dat mag zeggen toch. Even voor de duidelijkheid, Emanuele is Connie, maar dan op zijn tweede account. Op de tweede account. Wow. Oké, dat was even een mooie intro. Dus dit is Connie, maar dan tweede account Connie. Als je snapt wat ik bedoel, ik denk het wel. En daar de Bora Summer op staat hier. Maar we gaan beginnen. Ik ga beginnen met naar Jarla gaan. Want ik denk, dan doe ik daarna een goed uitgelegd uur. Ja, dat vind ik ook. Oké, maar ik ga beginnen met naar Jarla gaan. Dan gaan we daar eerst vissen en dan gaan we daarna gaan vee vissen. Dat was mijn rondje. Dus let's go naar Jarla boot en verpinten. En dan neem ik vanaf Jarla de boot naar GAV. Als mijn paard. Ja, dat is mooi getimed van dit bootje. Dat is voor het eerst dat ik eindelijk een keer heb dat die boot blijft. Nou, althans aankomt. Want ik heb heel vaak als ik met de boot wil gaan, dat ik dan te laat ben of te vroeg ben. Net hoe je het bekijkt. Of de boot is net weggegaan of de boot komt net. Hé, er is iemand zonder clip. Ik ga het toch even weer proberen. Ik ga via ML en dan ga ik naar NL. Ja, oké, is goed. Ja, oké, is goed. Ik kan niet met de boot. Ja. Dat snap ik, want je bent geen Star Rider. Of wel Star Rider, maar niet voor heel lang. Voor 3 dagen Star Rider. Dat heb ik ook weer heel mooi uitgelegd. Ik vind het echt knap van mezelf dat ik zoveel dingen kan uitleggen. De boot is vertrokken. We zijn op zee. Aan het varen. Oké. Hij is de zeilen. Kracht vooruit. We zijn er al bijna. Laat maar. Dan doe je de kracht, dan doe je die zeilen natuurlijk niet meer omhoog. Dat doe je dan ongeveer hier. En dan laat je ze weer zakken, denk ik. Ik heb geen verstand van boten. Een klein beetje, maar ik weet hoe je moet besturen. Is een klein mini roeibootje, maar ik kan het niet heel goed. Deze meneer van deze boot, Faster Stable, die weet ik weet hoe je dat moet doen. En dit zijn ook geen zeilboten, dit is een, ja, hoe noem ik dat, veerboot. Wat is het? Een paardenveerboot. Ja, ik vind het echt de perfecte naam, mijn paardenveerboot. Oké, waar is Connie inmiddels? Ik heb geen idee. Nog steeds ben je maar zo gewand. Ik ben in Jarla. Ik ben in Wolf. Ik ben in Wolf al in. Is de Wolf. Ik moet vissen vlakbij Greendale. Dus misschien kan Connie erin komen op zijn tweede account. Nou, dat was. Ze zit nu op zijn tweede account. Echt. Ja. Toen werd het voor mij heel lastig. Ik snap er niks meer van. Ach joh. Emanuele, dan ga ik het zo zeggen. Emanuele komt naar Greendale. Greendale. Wat is dat nou weer? Greendale. Greendale. Het is Greendale, niet Greendale. Ik heb geen idee wat Groenendeel is. Ik zou even op de kaart kijken. Staat hier Groenendeel? Groenendalen. Ja. Groenendeel. Staat niet op de kaart. Nou, Star Stable. Een nieuwe plek. Een naam. Groenendeel. Ik heb geen idee. Poepjes. Reed verkeerd of knalde je tegen iets aan? Ik heb geen idee. Ik ga het niet vragen. Ik kan niet naar Groenendalen. Oh, dat is jammer. Dus dan moet ik nu verder zelf de video. Ja, oké. Ik maak ook zelf de video verder. Dan
je mag wel bij een groep blijven en in chat en dat. De rest. Ik ga dus op mijn andere account. Oh, dat kan ook. Ja, dat is goed. Dat is helemaal toppie. Ik kan je voor de rest wel meedoen. Maar dan begin ik wel alvast met de missies van het vissen. Want waarschijnlijk als ik klaar ben met vissen, dan is Connie ingelogd op Connie account. Dat was een mooie uitleg. Want ik moet hier twee keer vissen. Snoek vangen in de oogstlanden. Ja hoor. Vang de snoek in de haven. Ik ga ze gewoon even alle twee aanklikken, want ik weet niet waar ze allemaal zijn. Oh, oké. Okay. Ik heb ook één keer gehad dat ik hier helemaal moest vissen, maar gelukkig niet meer. Oké. Okay. Ik krijg net door dat ik zie net, want ik was even nieuwsgierig naar hoeveel abonnees Connie had. En het zijn er nu 64! Ze is echt goed bezig, vind ik hoor. Hé, hey, Connie is gezellig. Dus heel gezellig. Oké, dus ik dacht dat ik meer kleren in mijn kast had. Waarschijnlijk heb ik die allemaal op mijn paard laten zitten. Bij het wisselen van mijn paard. Ik heb geen idee waar het allemaal is gebleven. Maar oké. Oh nee, dat zit in mijn kast, laat maar. Oké, ja, als ik het ergens over heb, dan maak ik die zin ook af. Ik ga niet. Ja, oké, laat maar. We zijn aan het vissen. Maar het lukt nog niet echt. Hé, één vis. Het heet een snoek en geen vis. Oké. Jullie snappen vast wel wat ik bedoel. Ja. Plupvis. Ik heb een nummer 2. Plupvis. En 2. Auw! Waarom moet die vis alweer weg zijn? Ik heb geen idee. Ik ga die vis niet vragen, want die is alweer weg. Het is al twee keer gelukt. Maar ik moet er nog 3. Dan moet ik straks weer vissen. En moet ik daarna weer gaan vissen. Ik denk dat ik die video halverwege op pauze ga zetten. Want anders wordt het een beetje te lang. Dat doe ik me nooit in één keer. Tenzij jullie willen zien hoe goed ik faal. En hoeveel ik tegen jullie ga praten als ik aan het vissen ben. Oh, die is echt leuk. En ook leuk trouwens dat ik 131 abonnees heb. Ja, ik ga het gewoon even tijdens het vissen over andere dingen hebben en over mijn livestream van laatst afgelopen zaterdag. Dat is niet heel lang geleden. Dat is eergisteren. Ja, en dan noem ik dat heel lang geleden. Oh, ik zei laatst, ik zei niet heel lang geleden. Wauw, ik ben echt vergeetachtig. En raar. En ja. Oké. Okay. Ja, vis 3 heb ik inmiddels. Alleen ik weet nog altijd niet welk paard ik moet kopen. Ik heb een aantal keer gehoord dat ik een fjord of een Noordzee moet kopen. Maar ik weet het nog steeds niet, want ik vind ze dus allemaal zo leuk. En ik kan niet kiezen. En als ik wel kies, dan denk ik eerst van ja, ik ga die kopen. Maar dan koop ik even later een nieuw ander paard. Dus ik denk dat ik nu gewoon lekker ga doorsparen met mijn starcoins. Want ik weet totaal niet wat ik ermee moet doen. Als jullie nog wat weten wat ik ermee kan doen, behalve setjes kopen, dus dan moet het echt een paard zijn die ik moet kopen. Ja, ik koop liever geen kleren van mijn starcoins. Dus als jullie een paard weten dat ik moet kopen, reageer in deze comments of reageer nog even in de comments als die het moet doen. Ik heb geen idee of die nog aanstaan van de livestream van afgelopen zaterdag. Maar het handigste is om het hier te doen onder deze video. Want ja, dan weet ik het zelf ook dat het bij deze video hoorde en dat ik het in deze video heb gezegd. Mooie uitleg. Ik vraag me af waar Connie inmiddels is. Want die zou hier geloof ik ook mee komen. Met zijn Connie account. Yes, nog één snoekje. 1, 2, 3.
ik heb 5 vissen. Oké, dan ga ik nu eerst die andere doen. Deze oranje vlek die hier ligt. Want dan kan ik daarna meteen al het geld ophalen. En ik zal even kijken hoe mijn reputatie inmiddels bij die zit. Waar staat die? Hier. Oh, dat haal ik vandaag niet. Ik wou zeggen, dat had ik vandaag misschien wel, maar dat haal ik niet. Ik red dat niet met 2. Oh, laat maar. Nou, ik haal wel deze en dan doe ik daarna die en dan doe ik daarna die andere. Dus ik ga nu... is dat Connie? Ja, dat is Connie. Hey! Welkom in de video. Hallootjes. Oké, kom je mee, Connie? Dan ga ik even verder vissen bij het andere plekje. En dan ga ik daarna weer terug hierheen. Want dat is wel wat makkelijker, want anders dan rij ik heen en weer. En dan rijd ik alsnog heen en weer, dus het maakt toch niet uit. Dat niet heel veel geschild. Ja, dat was het wel, denk ik. Een beetje qua verhaal, sorry, ik wou vertellen over de paard dat ik moet kopen. Want ik wil geen Mustang meer, want ik heb er al 3. En ik wil eerst alle andere paarden, van alle andere rassen 2 paarden hebben, van de meeste. Van de Lucy niet, want ik wil wachten tot dat Storstable eindelijk die paarden gaat aanpassen, want ik vind ze nu niet mooi. Dus die doe ik niet en die hoef ik ook niet en ik hoef geen Mustang meer. Dus dan wordt het een ander paard die ik dan moet kopen. Als je voor uitleg wil over de paarden uit welke je kan kiezen, dan kan je de livestream van afgelopen zaterdag kijken. Ik zal even de naam opzoeken van die livestream zonder tegen het hek aan te knallen. Want dat is misschien wel wat makkelijker, want ik kan wel zeggen livestream van afgelopen zaterdag, maar dan kan het ook zijn dat je weer een hele andere livestream terechtkomt. Dus ik zal even kijken hoe die heet. Ondertussen zijn we bijna bij de visplek. Dus dan kan ik ondertussen ook gaan vissen. Hier moest ik gisteren ook vissen. En toen kreeg ik ondertussen dat berichtje van een meisje uit mijn vriendenlijst. Ik heb geen idee meer hoe ze nou heet en wie dat nou was. Want ik heb te veel vrienden in mijn vriendenlijst. Dus ik weet niet meer wie dat nou precies was. En ondertussen zit ik hier op mijn mobiel te kijken hoe de livestream heet. Ja, ik ga hem even aanklikken. Oké, hij heet Ursula Shortrock streepje random live #3. Welk paard moet ik van deze als eerste kopen? Enzovoort. En dan weer haakjes sluiten, want het staat tussen haakjes. En dat. Ja, ik koop natuurlijk later. Oh, Connie. Dat zag er heel raar uit. Die bewegingen. Maar dat ziet er 9 van de 10 keer heel raar uit. Dus, niet per se als jij dat doet, maar als iedereen het doet. Nee, iedereen ziet het er raar uit. Jij bent heel gelukkig met mij, maar ik ben ook heel gelukkig met jou. Als ik dat tijdens het vissen even kan aanklikken zonder dat ik op. Je bent zo snel. Oh, ik kijk nu in de chat en ik zie, wacht, je bent zo snel. Maar je hebt me wel bijgehouden, want je bent er nu ook. En ik kwam niet heel veel later, want ik knalde alsnog tegen een hek aan. Geloof ik? Ja, ik knalde tegen het hek aan. Want ik was niet aan het opletten. En ik zit weer op te letten, dus ik heb die vis niet. Ja, en inmiddels denk ik van, ik zei aan het begin van deze video van... ik ga de video overwege op pauze zetten, maar dat doe ik nu maar niet, want ik klets hem helemaal vol. Dus als ik hem nu op pauze zou zetten, dan mis ik weer een heel deel. En ja, dan vergeet ik weer op play te klikken. Dat heb ik laatst ook een keer gehad. Toen was gewoon mijn hele video weg. En kabeljauw, nog 4. Ja. Het maakt me niet uit trouwens welk paard jullie willen dat ik ga kopen. Ik wil misschien ooit ook nog een fandag doen en dat ik dan met een fandag een paard ga kopen. En dan mogen jullie van tevoren in allemaal reacties en video's zeggen van ja, dat paard moet je kopen, ja, dat paard. En als er dan heel veel mensen het met elkaar eens zijn geworden onder de comments, dan ga ik dus dat paard kopen als fanpaard. En dan mogen jullie dus ook een naam, die bedenk ik zelf dan wel, als het een paard is die ik nog moet kopen van mijn eigen lijstje. Oh, ik
ga zo denk ik even wat drinken pakken. Dan zet ik wel de video even op pauze. Als ik klaar ben met deze vis, want ik krijg last van mijn stem. En dat heb ik gewoon, als ik te lang praat, dan wordt mijn keel droog. En dan ga ik schort praten. En dan horen jullie me ook weer minder goed. Dus ik zet die zo even op pauze en dan pak ik even wat te drinken. Ja. En ondertussen hoef ik nog maar één vis. En ik zat niet op te letten, ik zat naar mijn toetsenbord te kijken. Ik weet niet waarom. Zo interessant, het toetsenbord. Veel belangrijker dan de vis. Een klobotje is ook veel belangrijker dan de vis. Ja, ik heb hem. Oké, ik zet de video op pauze, dan haal ik wat te drinken en dan racen we daarna terug naar die menu. Oké, daar ben ik weer. En ik heb even te drinken en 3 paaseitjes, want we hebben al paaseitjes in huis. Katten zijn lekker, chocola is lekker. Ik weet nog even niet welke route ik terug ga nemen. Ik denk dat we een rondje rijden. We komen aan via Paddock Island en we gaan weg via Jarla. Oké. Ja. Ik ga onderlangs. En dan ga ik mijn geld ophalen. En dan gaan we naar Galvee met de boot. Oh, dat is wel erg heen en weer rijden. Ik denk dat ik paardentaxi neem. Paardentaxi en dan trainen naar Jarla. Want anders dan rijd ik wel erg heen en weer. Want dan rijd ik nu langs de boot. Moet ik mijn geld ophalen. En dan rijd ik weer terug naar de boot. Dus ja, ik bel wel de paardentaxi. En dat is gewoon ietsjes makkelijker. Het is wel jammer voor mijn Jorvik Change, maar het maakt niet uit. Ik weet ook even niet wat ik met mijn Jorvik Change moet doen. Want een leuk setje. Ik rij eigenlijk altijd in hetzelfde setje en ja, ik heb altijd het clubsetje aan, maar het is gewoon goed qua punten. En volgens mij kon ik nu weer zeggen dat ik veel te snel ben. Ja, ik wil dat zeggen. Oh wacht, laat maar, dat was het bericht van me straks. Ik ben zo slim, ik moet beter kijken. Want, waar is Connie? Ik zie hem niet. Waar is Connie? Connie, waar is Stormwind? Stormwind, waar is Connie? Tell me. Connie, Stormwind. Ik zie hem niet. Stormwind, hier, nu. Nee, het is geen hond. Het is een paard. Het paard reageert niet heel snel, denk ik. Geen idee. Je bent zo snel, ik weet het. En ik heb nu niet eens lek. Moet je daar gaan? Of komt het omdat je paard nog niet helemaal level 15 is? Oh, wacht, daar is Stormwind. Hallo, grote jongen. Ik snij af. Ostwind in het Duits. Wie die film, de film kent, reageert met Stormwind in de comments. Ik ken de film, dus ik ga zo erin. Ik ga niet in de comments zeggen Stormwind. Maar als jullie het willen doen, dan zou dat heel leuk zijn. En denk ik ook heel grappig. En ik krijg zo. Stormwind, als je er aan kent tenminste. Ik heb een Stormwind. Connie. Dan kom je ook met de paardentaxi naar Vildo. En dan met de trainer naar Rijhal. Ja, mooi. Ik heb puur wit en melk paaseitjes. Dat was een van de paaseitjes die ik heb afgekipte. En ik heb een beker chocomel. Een chocomel is lekker. Ja. Rijhal. Nou, ik eet als eerste puur. Wauw, dat hoef ik niet allemaal te gaan uitleggen. Even echt raar. Waarom moet ik gaan zeggen wat er zo als eitje ik eet. Dit is toch niet. Ik ben echt zo ongelooflijk slim. Oké. Ik ga wel stukken. Oké. Wauw. Nou, als jullie alsnog willen weten wat voor paaseitje ik heb. Ik eet nu. Oké. Ik ga stoppen met dit. Ik ga het niet. Nee, ik ga het niet uitzetten. Ik denk dat het wel heel erg grappig is. Als je ook stuk gaat wat lachen als je deze video kijkt, zeg dan paasei in de comments.
Oké. Auw, die is zo hard. Auw. Pasen. We zijn er bijna. Oh nee, wacht. Oh, ben ik een paasei? Leuk om te weten. Ik wist niet dat ik rond was en in een folietje zat. Ik heb geen idee wie mij op gaat eten. Oké, dit is echt verkeerd. Oké. Ik ben raar als jullie dat nog niet in de gaten hadden. Ik denk het wel. Daar komt Connie met Stormwind. Ja. Ik zit er nu over na te denken, maar volgens mij pas ik niet eens in een folietje. En ik ben niet van chocola, dus het klopt alle twee niet. Ik ben geen paasei. Een snoek. Oh, ik moet een snoek zoeken. Ik heb geen idee waar al die dingen altijd zijn. Pony. Weet jij waar je de snoek kan vangen? Ik denk dat je maar gewoon gaat volgen. Ik heb zo'n gevoel dat ik niet... Dit wel weet, het Stormwind. Weet je, ik loste helemaal weg toen je hem had geaccepteerd. Nee paard, we gaan niet zwemmen. Dat kan alleen voor Pinta. Waarom snappen al die paarden nou nog altijd niet? Oké. Nou, ik dacht even dat je hem ging peren, maar je ging hem niet peren. Want je rende helemaal weg. Ik wist ook niet waar je heen ging. Maar ik kom er alweer aan hoor. Oké. Oh, daar zit hij. Oké. Ja, kom maar. Waar ga jij erheen? Oh, oké. Ja, maar. Oh, ik val dood. Althans, mijn paard. Ik niet. Terug. Hey, ik heb de video gezien. Hey, leuk. Ik neem ook een video op. Oké, dan gaan we terug. Want dat zat er dus niet. Volgens mij moet je dan eerder naar beneden. Oh, maakt niet uit, kom niet. Nou, iedereen maakt fouten, dus het maakt niet uit. Ik heb ook fouten gemaakt. Waar in Gavé. En daarvoor in Joyla, maar dat maakt niet uit.
is een verrassing. Nee, grapje. Is geen verrassing. Ik weet nog meer opties. Ja, ik ook. Ik denk dat we hier naar beneden moeten. Langs dat geval, ik weet niet hoe dat ook alweer heet. Bij de westelijke ijzerpoort. Ja, zo niet. En volgens mij heb ik gelijk ook. Want ik kan nu wel hierheen. Volgens mij heb ik hem. Hij zit toch vlak bij die grot van de piraten. Ik denk zo. I have no idea. Ik kan geen Engels. Hey, nog een vries. Ik dacht even dat Connie daar stond, maar dat was het. Wacht. Ik wist een heel deel uit GHV. Of niet? Ik heb geen idee. Maar ik wist. Het voelt alsof ik iets mis hier. Ja, daar is de boot. Maar we zitten hier. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik ben met de smokkelaarshol. Maar hier stond toch ook al tijd of zit die? Nee, ik heb echt geen idee waar dit zit. Oh, hier, laat maar. Ik heb het dus nog gevonden. Connie is leuk. Best gezellig. Oké. Ik wil op het tweede scherm. Oh, wat is er? Oh, visspullen vergeten. Oh, dat is echt slim. Als dat zo is. Ja, ik. Dan kan je niet vissen zonder hengel. Want vissen zonder vishengel is niet vissen. Tja, volgende keer weer, Koen. Het is wel jammer dat je geen reserve vissing wel hier in GHV hebt. Want anders dan had je hier wel gewoon kunnen vissen. Maar helaas, pindakaas ligt je vis in. In je thuisstal, geloof ik. En dan kan je niet vissen, want je thuisstal is niet in GHV. Want die staat in Veldum. Let op. Pizza. Nee. Wat is het? Kijkers. Waar zijn kijkers? Oh, de kijkers moeten opletten. Ah, ik snap het. Dit is een uitleg. Hoe je het noemt. Uitleg. En ik heb ondertussen een. Kijk op Insta en dan zoek je op SSO. Dan kijk je bij foto's. Plus 2. Zal ik even kijken? Insta. En dan staat er een foto met mensen met deze kleren. Niet de hoed. Nee, dat klopt. Ik heb hem gezien. En niet de zonnebril. Nee. Maar wel een andere hoed en een andere bril. Nee, daar de vis. Maar ik kwam niet klikken. Vis. Dat was een fokvis. Staat er? Geen idee. Vier superheroes. En ik ben klaar met vissen. Nee, ga je mee naar Mr. Trout. En dan kun je ook foto's maken mat. Oké. Dat is wel interessant, ja. Connie en Stormwind, gaan jullie mee naar meneer Trout? Zoveel hashtags komt er misschien vissen. Oké. Dat is wel leuk. Zeker leuk. Ik weet het echt niet.
Oh, wauw. Ik kreeg gewoon de verkeerde kant op het vak in de moest. Ik had gewoon niet die weg proberen. Als het goed gaat. Wow. Volgens mij ging je verkeerd. Ja, je moest er hier doorheen. Je bent wild. Ik niet. Ik ben niet wild. Ik heb hem niet eens op wild staan, want ik zie mijn poppetje wel en ik ben geen mens. Ursula is geen mens. Ja, Ursula is wel een mens, maar het is niet echt bepaald aardig om tegen om zo te praten. Ik zie een mens niet weer, maar ik ben Ur. Wauw. Nee, oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt, maar ik ben niet wild. Dus dat klopt niet. Zie je echt alleen maar mijn paard? Nu ben ik een wild paard. Nou, ik zie je wel bij... Trouwt. Connie, zie je hem nu wel? Zie je nu wel mijn poepetje? Oh, oh, ik val het water in. Dan is mijn paard toch weer gaan zwemmen. Hé, hey, ik wacht. Oké, okay, ik wacht. Ik ben hier bij de IDK. Wat is een idee? Maar Koenie, waar ben je dan? Ik zie je niet. Hoe kan je erbij zien als ik jou niet zie? Koenie, waar ben je? Oh, daar ben je. Je bent. Zit je nog daar? Oké, okay. Ik ben echt veel sneller. Dit gemeen bedoeld. Ja, daar is Courtney. Ja, maar ik dacht even dat ik je niet zag, maar dat kwam omdat je nog ergens anders zat. In het woeste wildernis van de smokkelaars. Ophalen en dan ga ik de video afsluiten, want ik heb niet heel veel meer te doen. Ja, trainen, maar ik denk niet dat het heel leuk is om te leren. Ik denk dat het wel saai is om naar te kijken. Zo, ik denk weer meer man. 5000 en 2 dwarfic shillings. Ik heb geen idee wat ik aan moet doen. Ik ga hier de video afsluiten, op dit tussenstukje. Dat vind ik wel een mooie plek. Ik weet alleen nog niet. Ja, ik denk dat ik hem zo doe. Ja. Zet in de reacties hashtag dus gaat fout bij Koen. Koen, ik kom je ook afsluiten. Ja, daar heb je stormwind. Waar ben je? Ik sta hier. Op die loopplank. Van Visserstop Westkamp naar Galve. Oh, daar. Ja. Daar. Ik sta hier. Wow. Je moet niet in het water vallen, stormwind. Want je kan alleen zwemmen in voor Pinta. Gelukkig zijn niet alleen mijn paarden zo dom om in het water te springen. Ergens anders waar je niet kan zwemmen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei!